Welkom bij Regio TV aan tafel. We gaan het hebben over het vervoer in de regio. Zijn we daar nu wel zo gelukkig mee? Er wordt onderzoek gedaan en daar haken we op in. Dit en meer in deze aflevering van Regio TV aan tafel. De gast is Lies van Aalst van fractievoorzitter SP Zuid-Holland. Yes. SP Socialistische Partij. Klopt. Mooi. En we gaan het hebben over vervoer, want daar is van alles en nog wat over te zeggen. Ja, zeker openbaar vervoer. Zeker het openbaar vervoer. Nou, jullie gaan een onderzoek doen naar de versraling in het openbaar vervoer. Ja. Dat betekent een verarming van het openbaar vervoer en we kunnen niet overal meer terechtkomen. Nee, dat betekent inderdaad steeds minder lijnen die op steeds minder plekken stoppen. Maar wat je ook ziet is dat het bijvoorbeeld tot minder laat rijdt. Ja, dat er allerlei dorpen en kernen nog maar tot 5:30 een bus hebben. En ja, daarna moet je maar fietsen of gewoon niet meer thuiskomen van je werk. Ja, maar als je dat al weet, waarom moet er dan nog een onderzoek gedaan worden? Omdat het lastig is dat wij op dit moment vooral individuele meldingen krijgen. Meldingen over één buslijn of meldingen over één halte. Maar we hebben niet het totaalbeeld. En we hebben ook niet het totaalbeeld van de afgelopen 10, 15 jaar. En eigenlijk om die discussie goed te kunnen voeren, moet je ook weten wat is nou echt de afgelopen jaren van het openbaar vervoer afgegaan. Wat is er nu echt veranderd? En met dit onderzoek hopen we dus volledig in kaart te kunnen krijgen hoe het veranderd is, hoe het duurder geworden is en uiteindelijk wat de reiziger kwijt is geraakt. Ja. Je zit hier namens de SP Zuid-Holland, maar Zuid-Holland heeft eigenlijk niet meer in het hele gebied van alles nog wat te vertellen. We hebben te maken met de metropoolregio en die zijn zelf het vervoer gaan doen. Dat is Den Haag en Rotterdam en omstreken. Ja, dus eigenlijk praat je nog maar over een heel klein gedeelte. Ja, en eigenlijk vinden wij dat als SP onderdeel van het probleem, dat het zo ontzettend opgeknipt is. Dat in verschillende gebieden er verschillende verantwoordelijkheden zijn, waarbij je uiteindelijk ook ziet dat discussies van lijnen die over een grens heen gaan, hè, dus over de grens naar een andere provincie toe, of over de grens naar een ander busgebied of een ander treingebied toe, dat daar ook lastiger aansluiting te vinden is. En voor de reiziger zou het niet uit moeten maken of jouw gemeente in Haaglanden ligt, of dat jouw gemeente in een concessiegebied van Zuid-Holland ligt. Het enige wat belangrijk is, is dat je goed vervoerd wordt. Dat je voldoende buslijnen hebt en kunt opstappen waar je moet opstappen, namelijk in de buurt van je huis. En uiteindelijk kunt komen waar je moet zijn, op je werk, bij je oma, daar waar je wil gaan shoppen, noem maar op. En op dit moment lijkt dat niet leidend te zijn, maar is het meer de lappendeken die we er met elkaar van gemaakt hebben in de loop der jaren, dat meer leidend geworden is. Ja. Maar als je dan kijkt naar de metropoolregio, als je zegt over schaalvergroting en je wilt de prijs omlaag brengen, dan praat je over aanbestedingen. Is het niet zo dat zo'n aanbesteding voor heel Zuid-Holland eigenlijk veel lucratiever zou kunnen zijn dan bijvoorbeeld nu gedeeld door Zuid-Holland en Metropool? Nou, laat ik vooropstellen dat wij vanuit de SP willen stoppen met het systeem van aanbesteding. Ja. Wij denken niet dat dit systeem voor de reiziger positief is. En dat is onze stip op de horizon, dat we daarmee stoppen. Als je dan kijkt naar wat zijn eerdere stappen in de richting daar naartoe, is het inderdaad wat ons betreft zo dat je al die verschillende concessiegebieden zou moeten samenvoegen. En ik wil er wel een voorbeeld van noemen. We hebben in Zuid-Holland een aantal jaren geleden voor het eerst in lange tijd in alle drie de provinciale concessiegebieden, de provinciale busconcessiegebieden, dezelfde vervoerder gehad. Dat was toen Arriva. Ja. En Arriva won toen een concessie, ook met het argument, ja, maar dan zijn wij straks in alle drie de concessies. Dus dan hoeven we minder marketingmensen aan te nemen, omdat we alle drie de concessies hebben. We hoeven minder... Allerlei schaalvergroting die in de opgeknipte versie er niet is en die er wel is als dus die verschillende concessiegebieden in één hand zijn. Ja. Maar het is ook zo dat elke keer als er zo'n aanbesteding plaatsvindt, moet de provincie daar juristen opzetten en verkeerskundigen opzetten om dat hele plan te schrijven. De provinciale staten daar weer allerlei discussies over en dat gebeurt elke keer opnieuw. Dus hoe meer je het opknipt, hoe meer van dat soort papieren tijgers je elke keer opnieuw hebt. En ook dat kost echt best heel veel geld. Ja, maar dan praten we nog even over wat schrijnende voorbeelden. Mm. Bijvoorbeeld als we kijken hier in de regio Haaglanden. We zitten tenslotte aan de Haaglandentafel. Dan kijken we in het Westland en we kijken ook nog even naar Terheide. En daar zien we dat daar was helemaal geen openbaar vervoer. Daar zijn mensen een eigen busje gaan regelen. Ja, dat is al. En ten tweede, in de rest van het Westland heb je toch nogal wat smalle straten. En daar gaat dan ook in het nieuwe traject een gigantisch grote bus doorheen, waarin mensen uit hun bed worden gerammeld als er een bus voorbij komt, als die al langskomt. Dus, en het volledig wegvallen van openbaar vervoer is natuurlijk ook gewoon echt heel schrijnend. Er is aangetoond met onderzoek dat openbaar vervoer heel hard nodig is voor het sociale aspect. Wat ik al zei, naar je oma toe kunnen of dat je oma naar jou toe kan komen.
Maar ook gewoon dat je de keuze moet kunnen hebben om niet met de auto naar je werk toe te moeten, maar ook met het OV naar je werk toe te kunnen. En er zijn steeds meer stukken waar mensen bijvoorbeeld een baan moeten weigeren, omdat ze er niet kunnen komen zonder auto. Ja. Dus mensen die ook gewoon in hun bestaanszekerheid worden aangetast, doordat ze geen openbaar vervoer hebben. En het kan niet zo zijn dat je in een provincie als Zuid-Holland ergens woont waar je niet met een bus kunt reizen of niet met een trein kunt reizen. En dat daar vrijwilligers voor nodig zijn om dat wat de overheid had moeten doen, ja, weer terug in stand te brengen. Dat is iets waar ik me dan echt voor geneer, dat dat in onze provincie nodig is. Want eigenlijk is het niet nodig. Maar we hoeven ons politiek daar niet voor te generen. Maar het is nu wel heel vervelend voor de mensen die daar gewoon direct mee te maken hebben. Ja. Hè? Dus dat, en het is ook gewoon echt schandalig dat het zo is. Maar is het zo dat door al die aanbestedingen het meer eenheidsworst is geworden en daardoor er bijna geen ruimte meer is voor vervoer op maat? Nou ja, het lastige daaraan is dus, ik herinner me geen tijd waarin er geen aanbesteding was. Dus ik weet ook niet zelf hoe het voor die tijd was. En dat is een van de dingen die we in het onderzoek willen bekijken. Hoe was het voordat we gingen aanbesteden? En hoe is het daarna geworden? Ik heb op dit moment dus niet het beeld of het 16, 17 jaar geleden voordat we gingen aanbesteden. Of inderdaad er dan niet die grote bus door de wijk heen rammelde. Of er toen meer ruimte was voor de individuele wijk. Toen waren in ieder geval de bussen niet zo groot. Zo groot als ze nu zijn. Ja. Nee, dat is zeker waar. De bussen zijn sowieso groter geworden. Nou, mooi initiatief. Dat betekent, het is nog een onderzoek. Dus voordat er wat verandert, dan zullen er wel de nodige jaren mee van doen zijn. De vraag is, als mensen mee willen doen aan het onderzoek, kunnen ze reageren? Zeker. Sowieso op onze website komt een enquête. Die enquête is er nog niet, maar die komt er wel. En wat is zuidholland.sp.nl. Maar wij zijn ook gewoon te e-mailen via zuidholland@sp.nl. En op onze website kun je bijvoorbeeld ook mijn telefoonnummer vinden, mocht je e-mailen niet zo'n fijne manier vinden van communiceren. Tot slot, hoe ben je hier gekomen? Met het openbaar vervoer. Was nog best een uitdaging, kan ik je verklappen vanuit Gorinchem. Ik ben blij dat je er in ieder geval geweest bent. Bedankt voor je uitleg en veel succes. Dankjewel. Dit was Regio TV in Tafel, helemaal in het kader van het vervoer. En nu maar hopen dat we volgende keer van A naar B komen. En we wachten de resultaten van het onderzoek af. Wilt u een en ander nazien? Dat kan op regiotvaantafel.nl. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.